Zeven spelers, twee trainers en een groepje supporters kwamen vanmorgen naar het trainingsveld aan de Lange Leegte. Daar werd ondanks de frisse wind en het harde veld toch getraind. En waarom ook niet, want heel voorzichtig begint er door alle acties toch een gevoel te ontstaan van het zou zomaar eens kunnen dat. Ik dacht eerst, het zal niet zo wel lopen, maar als ik kijk hoeveel er alles opgehaald, dan... Je weet het maar nooit. Ik moet zeggen dat ik vooraf had ik zoiets van, een tweede ontsnapping, dat is misschien iets te veel gevraagd. Maar inmiddels begint het toch wel op te lijken dat je daar wel rekening mee moet houden. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ook de supporters blijven positief denken. Op het moment dat het faillissement uitgesproken werd, had ik er totaal geen vertrouwen meer in. Maar goed, door deze acties heb ik echt wel weer een hoop gekregen. En ik ga er nog steeds vanuit dat het goed komt.